In het holst van de nacht is deze nieuwe deeltjesversneller vanuit Antwerpen naar het UMCG gebracht. Hiermee is het ziekenhuis de tweede in het land die gebruik maakt van zo'n apparaat om kanker te behandelen. Het 220 ton wegende gevaarte is vandaag met een hijskraan geplaatst. Een karwei wat veel voorbereiding vergde. Het is 10 jaar plannen en voorbereiden geweest. Er zijn letterlijk honderden mensen die hier aan meegewerkt hebben om dit geheel voor elkaar te krijgen. En dat culmineert vandaag in het plaatsen van de deeltjesversneller. Omdat de bestraling veel preciezer is dan met een traditioneel apparaat, is de schade aan omliggend weefsel aanmerkelijk kleiner. Voor de patiënt is zeg maar het belangrijke verschil dat na de behandeling de kans op bijvoorbeeld tumoren als gevolg van de behandeling veel kleiner is. Veel minder schade door de behandeling. De patiënt merkt verder niet zoveel van de behandeling. Je hoort weinig, je voelt het niet, maar dat is ook zo met de huidige behandeling. Dus in de behandeling zelf zal er misschien niet eens zoveel verschil zijn, maar wel in de periode daarna. De deeltjesversneller kostte ongeveer 70 miljoen. De behandeling zelf is ook duurder. De behandeling zal gemiddeld duurder zijn dan de traditionele fotonentherapie. Maar daarbij wordt niet in oogschouw genomen de winst die een patiënt heeft. Bijvoorbeeld dat hij minder bijwerkingen heeft, de kosten daarvan. Maar misschien nog wel net zo belangrijk, de winst in kwaliteit van leven die een patiënt heeft. De protontherapie is met name bedoeld voor tumoren die moeilijk te opereren zijn. Met name tumoren bijvoorbeeld in het hoofd, in het halsgebied. Daar zit zoveel kwetsbaar weefsel omheen. Dat je dan graag zo wilt bestralen dat je eigenlijk geen straling krijgt op plekken waar je het niet hebben wilt. Dus met name voor die categorie patiënten. En eigenlijk voor alle behandelingen van kinderen. Bij kinderen is alles kwetsbaar. Dus dan wil je zo weinig mogelijk straling hebben op plekken waar het niet hoort. In Nederland komen in totaal 4 van dit soort centra.